Welkom bij Topnames vanuit Amsterdam-Oost, vanuit Amsterdam-Noord en vanuit Aalsmeer. Juliette van der Laarzen. Hoi, jij zit in Aalsmeer. Werk je allemaal vanuit thuis? Ja, ja. Dus, de laatste weken? Pardon, wat zei je? Ben je niet meer op kantoor geweest de laatste weken? Nee, alles gaat eigenlijk digitaal. Ik werk ook nog hiernaast bij de Universiteit Leiden. En daar gaat ook alles digitaal nu. Dus het is best wel vreemd zo zonder collega's in ene. Ja. Hey, je bent van Science Tales, CERN. Wat is dat? Science Tales CERN is eigenlijk een educatieve mobiele game die les geeft in natuurkunde aan kinderen. Maar op dit moment is het nog niet zozeer een game, meer een demo, eerste fase, denk ik. En voornamelijk met heel veel onderzoek op dit moment er nog achter. En waarom ben je dat begonnen? Ja, even denken hoe ik dat kan samenvatten. Ik vond natuurkunde eigenlijk altijd al heel leuk. En ik heb op middelbare school ook dubbel technisch profiel gedaan. Dus natuurkunde erbij en extra computer science dan nog. Vond ik eigenlijk altijd heel leuk. Vond het ook heel leuk om altijd aan mensen uit te leggen. En toen ben ik uiteindelijk game development gaan studeren. En toen vond ik het leuk om via games dingen uit te gaan leggen. Dus echt educatieve games maken. En toen heb ik nog een poosje business to business eigenlijk gedaan met mijn vorige start-up. Wat we nu een beetje aan het afronden zijn. En toen kwam eigenlijk een beetje een vrijdagmiddag borrel idee. Dat we dachten van ja, we willen wat leuks doen. We vonden ons werk zelf wel leuk, maar het is ook leuk als je een eigen project hebt en niet alleen maar business to business. En dat was echt een vrijdagmiddagborrel idee en dat groeide uit en iedereen werd enthousiast. En toen hadden we het over van ja, hoe kan je games nou gebruiken om natuurkunde uit te leggen? Heel veel ideeën. Eigenlijk al heel snel die link met CERN. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. Hey, nou, nu werken de meeste gameontwikkelaars voor grote studio's en vaak in hele nauwe samenwerking met echt hele grote partijen met heel veel geld erachter. Ja, klopt. Jullie zijn onafhankelijk en kiezen een totaal andere route daar dus in. Ja, klopt. Waarom doe je dat zo? Want het ligt, ja, de meeste gamepartijen in Nederland kiezen natuurlijk voor die route met de grote partijen. Ja, klopt. Het is deels ook door een beetje de branche waar we in zitten. Ik denk dat als je ik wil niet zeggen dat het makkelijk is voor een gamebedrijf om een publisher te vinden. Echt totaal niet. Ik denk dat de meeste gamebedrijven in Nederland het überhaupt moeilijk hebben, vooral nu. Maar als je een goed entertainment idee hebt, dan kom je daar wel binnen. Voor educatieve ideeën is het al veel moeilijker. En dat wisten wij. En daarnaast dachten wij ook van ja, wij wilden zoveel onze eigen idealen erin kwijt. En we kennen inmiddels best wel wat mensen in de gamebranche. En op het moment dat je met een publisher gaat werken, ze hebben vaak gewoon een beetje een plan waarin moet passen natuurlijk. En ze hebben vaak wel eigen idealen die erin moeten. En we waren bang dat we dan heel veel van ons eigen stuk kwijt zouden raken. Dus voor ons is het veel fijner om die vrijheid eigenlijk te hebben. En we zitten dan wel qua financiering meer aan de educatiekant en onderzoekkant. En dat vinden we prima. Zij mogen best wel streng zijn over onze didactische waarden, want dat is ook het doel van de game. Maar dan kunnen we met al die andere idealen worden we daardoor eigenlijk veel meer vrijgelaten. En dat is heel fijn voor een game als deze. Hey, hoe maak je natuurkunde middels een game toegankelijk? En op wie richt je dan? Richt je op degene die het toch al leuk vindt? Of probeer je degene te bereiken die misschien denkt van nou, natuurkunde is niks voor mij? Ja, vooral die laatste natuurlijk. Ik denk dat mensen die het leuk vinden, die gaan al heel snel zelf dingen opzoeken. En we hebben in Nederland natuurlijk heel degelijk natuurkunde educatie al. Als je dat vergelijkt met hoe er les wordt gegeven in Amerika. Dan doen wij het hier, vind ik zelf, eigenlijk veel beter. En de mensen dus die het leuk vinden, die komen vaak wel aan hun trekken. Het zijn voornamelijk de mensen die het misschien minder leuk vinden. Of die denken, ik vind het wel interessant, maar kan ik dat wel? Ben ik wel slim genoeg? Kan ik dat wel aan? Vaak zijn ze gewoon slim genoeg, maar dan is het dat stukje intimidatie omdat het gewoon enger uitziet. Op het moment dat je heel veel tekst krijgt met heel veel formules en cijfers, dan schrikken sommige mensen en dan denken ze heel snel, dat kan ik niet, dat snap ik niet. Een voorbeeld is bijvoorbeeld vriendinnen van mij of mijn moeder die heel snel zeggen, oh nee hoor, techniek is niks voor mij, dat kan ik niet. Terwijl als ik het heel rustig uitleg,
dan snappen ze het meteen en dan kunnen ze het ook gewoon weer navertellen. Dus ze zijn gewoon echt slim genoeg om het te snappen. Maar met een game kan je misschien net die intimidatie een beetje weghalen. In games is het natuurlijk ook echt ingebakken. Bijna in alle games is het doel eigenlijk 1000 keer falen tot het een keertje lukt. Terwijl je op school wil je het eigenlijk meteen goed doen. Mm-hmm. Dus je zit ook in een veel minder intimiderende setting daarmee. In games is het al veel normaler dat het niet lukt. Want dat is juist het leuke van games, dat het een beetje een uitdaging is. Hey, hey, vertel eens over die game waar je het over hebt. Hè? Science Tales CERN. Ja. CERN kennen wij als het grote instituut in Zwitserland. Die cirkel waar ze hele kleine deeltjes op elkaar afschieten. Ja. Wat vertelt die game? Hoe werkt die game? Wat doet die? Wat hij eigenlijk doet, we hebben een hoofdpersonage, Newt. Nou kan ik niet het hele verhaal meer vertellen, want we hebben echt gisteren een verandering gemaakt in het verhaal, dus het is niet helemaal accuraat. Stel, het nieuwe verhaal. Ja, precies. Nee, daar zit ik nog niet helemaal lekker in. Nee, het oorspronkelijke verhaal, dat is niet heel erg veranderd. Dat is, we hebben een hoofdpersonage genaamd Newt. En Newt komt uiteindelijk op een beetje, ja, denk maar aan die fantasierijke werelden. En in dit geval is het een beetje een universum met zwevende eilanden. En het moet er allemaal heel speels uitzien. En Newt is een personage, dat komt er eigenlijk aan. Met als doel om daar kennis te vergaren. Het oorspronkelijke verhaal was dat hij voor zijn dorp deeltjes moest gaan verzamelen. Maar daar zijn we nu een beetje mee aan het spelen of we dat misschien beter of accurater kunnen doen. En Newt komt dus aan op de eilandengroep genaamd CERN. En dat ligt allemaal in ruïnes. En daar is eigenlijk bijna niks meer van over. Delen zijn gebombardeerd omdat er geruchten waren dat het zwarte gaten zou maken. Wat natuurlijk niet zo is. Maar ja, de politiek was zo. En toen hebben ze het aangevallen. Delen zijn in ruïne en verval geraakt. Eigenlijk omdat de financiering gestopt is. Want mensen snapten de waarde van die kennis niet meer. Die zeiden, ja, zonde om er geld heen te sturen. Dat doen we niet meer. Dus eigenlijk komt Newt aan bij een versie van CERN waarbij alle tegenslag die CERN in de echte wereld tegenkomt, uit is gekomen. Dus alle vooroordelen en alle negatieve dingen zijn gebeurd. Of althans, ze zijn niet gebeurd, maar de maatschappij heeft ernaar gehandeld. En CERN komt daar aan, Newt komt aan bij dat CERN-eiland en denkt eigenlijk dat het verlaten is. En dan komt hij erachter dat het toch nog bewoond is. Door 3 wetenschappers. Die hebben besloten daar tot het einde te blijven. Omdat ze gewoon niet die kennis wilden verliezen. En koste wat kost die kennis door wilden geven. En dan kom je er ook steeds meer achter van ja, alle vooroordelen die er zijn over CERN. Bijvoorbeeld de zwarte gaten. Dat kan helemaal niet. Wat een onzin. Wat zonde dat ze dit moesten bombarderen. En hè, dan komt daar ook wat meer uitleg vrij. Dus eigenlijk de leerling die dus het spel speelt, die krijgt gewoon natuurkundeles. En gaandeweg worden ook dat soort, ja, misconceptions eigenlijk getackled en onderuit gehaald. Dus op die manier zit CERN er heel mooi in verweven. En in het eerste onderdeel is het gewoon, we lopen door de ruïnes en Newt krijgt uitleg hoe werkt basis natuurkunde gebaseerd op wat hij ziet. Hij moet uiteindelijk dingetjes weer bij elkaar rapen eigenlijk om het opnieuw op te bouwen. Dan gaan we iets meer naar toegepaste natuurkunde, waarbij hij echt die machines weer aan de praat moet krijgen. Niet in detail natuurlijk, want het is maar een game, maar hij leert bijvoorbeeld wel, oké, hoe maak je elektromagneten bijvoorbeeld? En hoe werkt dat dan? Dan gaan we uiteindelijk meer naar theoretische natuurkunde, van oké, welk onderzoek kan je dan uiteindelijk doen wanneer zo'n machine weer gebouwd is? Dus op die manier hopen we eigenlijk met CERN als drager in het verhaal door al die stappen van natuurkunde heen te gaan. Hey, doe je dit in een klasverband of verwacht je dat kinderen dit thuis gaan doen? Is dit een gecontroleerde setting, zeg maar? Hoort het bij onderwijs? Of is het voor een breed publiek? Nou, het idee is, we willen sowieso dat ook consumenten het gewoon in de App Store kunnen aanschaffen. Want je zou maar net op een school zitten die er niet zoveel mee bezig is, terwijl jij wel iets met natuurkunde wil doen. Maar het idee is wel dat dit uiteindelijk boeken zou kunnen vervangen in scholen. En op dat moment zit je meer aan een flip the classroom concept te denken. Dus de leerlingen gaan thuis de spelletjes spelen. Dus echt die natuurkunde leren, hoe werkt het nou? Echt de theorie. En vervolgens komen ze in de klas. En de docent kan dan uiteindelijk, hè, nog niet in deze eerste versies, maar uiteindelijk
precies zien, oké, deze studenten die hebben problemen met dit onderwerp. Daar moet ik dan extra aandacht aan geven in de les. Of daar moet ik dan eventjes apart mee gaan zitten. Dus het idee is dat het de boeken zou kunnen vervangen. Omdat een heel groot deel van de leerlingen moeite heeft om uit boeken te leren. Die leerlingen die dat wel graag doen, die hebben alsnog natuurlijk toegang tot ontzettend veel boeken die erover geschreven zijn. En we gebruiken ook gewoon tekst in de game zelf. Dus het is echt als vervanging van die boeken, waardoor de docent uiteindelijk veel meer tijd kan besteden aan individuele begeleiding. En misschien ook meer leuke proefjes kan doen. Of leuke voorbeelden vertellen. Dus het is niet meer die constante herhaling van de basis. Dat kunnen de studenten thuis echt flink gaan oefenen tot ze het helemaal onder de knie hebben. Ja, dat is heel ambitieus, Juliette. Ja. Er wordt ook al heel lang over gesproken. Hè? Flip the Classroom. Wij hebben denk ik 5, 6 jaar geleden al de eerste docent in de uitzending gehad die daarmee bezig was. Jelmer heette die. Jij bent nu bezig met een idee om dat echt in de praktijk te gaan brengen. Wat moet er nou gebeuren om, zeg maar, jullie game, die dan in dit geval de natuurkunde bij de kop pakt, succesvol te maken en dit ook echt te bereiken? Welke stappen moet je zetten? Ja, ik denk de eerste stap, en ik denk dat wij dat op dit moment goed hebben gedaan. Wij werken met een paar netwerken samen, onder andere Technolab Leiden, maar ook met het Kaimun College in Hoofddorp. En zij hebben eigenlijk vanaf het begin heel veel interesse getoond. Dus we zijn nu de eerste demo echt aan het volledig rouwen, aan het programmeren. En dat gaan we vervolgens als pilots eigenlijk bij de aangesloten scholen testen. En Technolab Leiden heeft dus ook een netwerk aan scholen die geïnteresseerd zijn. Ik denk dat dat de eerste stap is. Ik denk dat je, als je iets doet met educatie, moet je altijd een directe, sterke link daarmee houden. Anders kom je gewoon niet naar binnen. Het is ook een vrij conservatieve markt natuurlijk. En meestal als ze werken met boeken, dan hebben ze licenties voor een paar jaar. Dus je komt er ook niet zomaar even tussen. Dus wat wij eigenlijk doen op dit moment is kijken of wij in kleine stapjes kunnen vervangen. Dus misschien kunnen ze eerst onze app gebruiken om te oefenen wat ze ook uit de boeken hebben geoefend. En uiteindelijk komen ze op een punt dat die licenties aflopen en dat ze ervoor kunnen kiezen, we gaan helemaal over op deze app voor de theorie. En zo moet je eigenlijk langzaam binnenkomen. En we hebben het eerst geprobeerd echt alleen op individuele scholen. En dat is fijn, maar vaak werken ze natuurlijk ook met de scholengemeenschap die groter inkoopt. Dus daar moet je ook gewoon echt banden mee aanleggen. En het allerbelangrijkste, en ik heb het idee, tenzij docenten het zijn die het zelf ontwikkelen, dat dat nog wel eens vergeten wordt, is dat heel veel apps houden niet zo heel veel rekening met de docent, maar meer met de leerling. Mm-hmm. Vergeten dat de docenten hier uiteindelijk een les mee moeten ontwikkelen. En voor docenten moet het fijn zijn, voor docenten moet het handig zijn. En naast dat het niet in de weg mag lopen, is het beter als het ook gewoon een hele hoop werk uit handen neemt natuurlijk. Nou is de drempel altijd best wel hoog geweest, hè? Voor dit soort dingen. Het onderwijs is traditioneler, een van de echt traditionele sectoren, weet je wel, gezondheidszorg, onderwijs. Merk jij nu dat door corona er een heel ander gevoel is bij digitale leermiddelen, zoals die van jullie? Ja, heel erg. Ja, heel erg. En ik denk ook dat het komt, Flipping the Classroom is vooral onder jonge docenten best wel bekend. En die zijn al veel sneller bereid, we gaan dit doen. Maar vooral de oudere generatie, die vindt dat toch wat moeilijk. En dat snap ik ook, want die hebben eigenlijk zomaar 30 jaar lang hun vak geperfectioneerd. Die doen hun lessen ook, als je kijkt naar die natuurkundelessen, die doen ze vlekkeloos. Die doen ze fantastisch. Ze weten hoe ze met de klas om moeten gaan. En dan moet je die in heen vragen, oké, je bent nu expert op je vakgebied, maar word maar weer even beginner met zo'n nieuwe app. Maar nu wordt iedereen geforceerd. En ik denk dat heel veel mensen, nu ze die drempel over zijn, dat ze het eigenlijk toch wat minder intimiderend vinden dan ze dachten. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, ik werk hiernaast, want ik heb hier nog geen fulltime baan uit, omdat we echt met Science Deals eigenlijk opnieuw zijn begonnen. Dus we zitten met Science Deals echt weer in die founder fase. Dus ik werk hiernaast nu bij de Universiteit Leiden op active learning en het gebruik van Flip the Classroom, technologieën in de les. En ik weet dat daar best wel veel professoren toch iets terughoudender waren met nieuwe technologie. Maar de hele Universiteit Leiden is nu digitaal. Alles is digitaal, ze ontkomen er niet meer aan. En in ene is het, ja, weet je wat ik ga doen? In plaats van dat ik de lessen digitaal doe, ik ga filmpjes maken, ik ga dingen voorbereiden. En ze komen eigenlijk uit zichzelf nu met die conclusie van, we gaan Flip the Classroom doen, want het werkt gewoon veel beter.
Dus ja, wat dat betreft is dit echt een enorme boost eigenlijk. Hey, vertel eens over die fase waar jullie in zitten. Je zegt het de founder fase. Ik weet ook niet anders dan het ontwikkelen van games ontzettend duur is. En een werk vaak heel veel mensen. Met hoeveel zijn jullie en hoe financieren jullie dat? Nou, hiervoor heb ik business-to-business bedrijven gehad, wat meer op VR en AR games ervaringen zat. Mm-hmm. En toen heb ik, ik had eigenlijk een best flexibel team met heel veel freelancers. Dus afhankelijk van het aantal projecten was ik of met 13, 14 of ik was met een groepje van 4. En toen zijn we naar Science Tales gegaan en toen ben ik daar eigenlijk mee gestopt. Dus ik ben nu in mijn eentje nog een paar dingen qua consultancy afronden, maar Redlock Studios is eigenlijk niet meer actief. Voor Science Tales is het team size eigenlijk ook heel erg verschillend geweest. In het begin begonnen wij met een paar junior ontwikkelaars met een groepje van, ik denk 4 of 6 in totaal. En toen zijn we prototypes gaan maken. En toen zijn we er eigenlijk achter gekomen dat we al die prototypes weg konden gooien. Want het was didactisch gewoon niet goed. En of het was gewoon natuurkundig voor dat onderwerp wel accuraat, maar niet als je dat... He, echt naar kwantumfysica bijvoorbeeld zou vertalen. En toen hebben we besloten, oké, dan stoppen we nu met ontwikkeling. Want daar is echt heel veel geld in gegaan, wat eigenlijk gewoon zonde van het geld is geweest. Toen zijn we begonnen met onderzoek doen. Dus toen zijn we echt gaan kijken, hoe kan je dat didactisch nou aanpassen? Is er onderzoek gedaan naar, echt in detail zeg maar, naar games in onderwijs? Toen hebben wij in totaal een hele grote groep studenten gehad van de Universiteit Leiden die hun masterthesis bijvoorbeeld hiervoor hebben gedaan. Toen zijn wij in totaal met een team van 12 geweest, maar dat waren voornamelijk onderzoekers. Zijn we weer wat kleiner geworden toen we de uitslag hadden om naar funding te gaan zoeken. Toen waren we met z'n drieën en we zijn op dit moment voor de eerste nieuwe, wat grotere demo zijn we met een team van 6 zijn we dit aan het ontwikkelen. We hebben nog een funding aanvraag lopen voor nieuwe subsidie. En dan willen we eigenlijk naar een team van 9. Maar als wij dit echt volledig willen ontwikkelen, dan zitten we waarschijnlijk op een team van 18 die dat moet ontwikkelen en onderhouden. En als we dan willen uitbreiden en we willen groter en we willen ook echt als mensen problemen hebben dat we die makkelijk kunnen fixen, ja, dan moeten we misschien groter. Maar op dit moment zitten wij voor de eerste versie met een team van 6. Maar dan maken we niet een game die nog geen enkele bug heeft. Dan maken we gewoon een game die hier en daar bugs heeft, maar die volledig het curriculum erin heeft, waardoor de leerlingen het al kunnen testen en waardoor scholen al kunnen aangeven of ze daar geïnteresseerd in zijn en wat daar anders aan zou moeten. Even een vraag van Johan Schaap, als je het over die scholen hebt. Hoe doe je de sales van zo'n game? Moet je gewoon fysiek elke school langs? Hoe werkt dat? Deels, maar je zit ook wel in netwerk hoor. Een voordeel wat wij hebben is dat wij een beetje binnen de CERN community best wel aansloegen. Wij zijn zelf natuurlijk ook naar CERN geweest om te kijken van ja, is hier überhaupt vanaf jullie wel animo voor? We mogen het er gewoon over schrijven natuurlijk, maar we dachten het is leuk als we echt een samenwerking met ze hebben. En het leuke van die hele community van mensen die bijvoorbeeld bij CERN of bij NICEF werken, is dat er heel veel animo is voor dit soort vernieuwende onderwijsprojecten. En dat betekent dat we daar ook een heel groot netwerk aan scholen en instituten bij hebben, waardoor het woord zich veel sneller verspreidt. Maar ja, dan moet je inderdaad nog binnenkomen en dan moet je heel erg kijken, 1, naar wat vinden de hoofdvakdocenten, zien ze zichzelf hier les mee geven? En dan moet je eigenlijk daarna ook heel snel naar de scholengemeenschappen gaan, om het op een groter traject aan te pakken. En wat wij ook doen is heel erg kijken naar Technasium. Waar heeft Technasium nu heel veel behoefte aan? En MAVO Techniek. MAVO Techniek is heel veel behoefte aan, maar er wordt eigenlijk wordt wel heel veel praktijk aangeboden en dat is supergoed. Maar ze missen daar hier en daar nog wel de lesmethodes die ze eigenlijk zouden willen. Dus ja, daar ga je dan gewoon heel veel in gesprek en je moet echt van netwerk naar netwerk gaan. En het is soms moeilijk om in eerste instantie daar binnen te komen, maar gelukkig hebben wij wat namen achter ons staan waardoor dat makkelijker gaat. Hey, als ik hier zo hoor praten en ik hoor je praten over de grootte van wat nodig is om het als bedrijf goed te doen, dan denk ik, Nederland is een klein landje. Johan Schaap zegt ook, kun je dit soort games ook internationaal aanbieden, los van de taal? Want ik denk eigenlijk, dit moet je wel internationaal doen, hè? Ja, zeker. Het idee is altijd, vanaf het begin is het al geweest dat we dit internationaal gaan doen. We hebben Engels sprekende teamleden, dus op dit moment ontwikkelen we hem ook Engelstalig.
En we zijn dan met de Nederlandse vertaling bezig, die natuurlijk erin moet zitten voordat we de pilots gaan draaien. Een van de allergrootste markten waar we naartoe willen gaan is eigenlijk ook de Japanse en de Koreaanse markt. Daar zijn ze heel echt ontzettend veel bezig met educatie, juist ook educatie buiten scholen om. Wat je daar eigenlijk heel erg ziet is dat, ook al zijn scholen zelf misschien niet geïnteresseerd in zo'n app, heel veel ouders kopen het wel voor hun kinderen, omdat ze daar gewoon een cultuur hebben. Je bent naar school gegaan, je komt naar huis en je gaat daarna 's avonds nog een keer naar school. En dat is de tweede school waar je heen gaat, gewoon om te zorgen dat jij die 10 haalt wanneer je de volgende dag weer in de klas zit. Dus het is zeker voor een internationale markt. En is het ook een aanvullende vraag van Johan? Want wij praten hier natuurlijk, het gaat meestal over schaalbare start-ups, et cetera. En dan gaat het natuurlijk ook over het idee wat je hebt, kun je dat ook op andere terreinen loslaten. Geldt dat bij jullie ook? Wat is je grotere droom? Is dit de eerste in een serie? Ja, sowieso. Ja. Nee, we hebben ernaar gekeken en we doen nu natuurkunde voor Nederland. Uiteindelijk willen we dat dan uitbreiden, zodat wij natuurlijk meer landen erbij pakken door meer talen toe te voegen. In feite is dat echt alleen een kwestie van vertalingen. Toevallig hebben wij daar een gesprek over gehad binnen CERN. Want ze hebben daar een vertaalbureau, omdat het vertalen van natuurkundige termen is best wel een vak op zich. Want in elk land, niet elk land heeft bijvoorbeeld de exacte vertaling daarvan. Sommige mensen benoemen het naar de uitvinder en anderen die hebben er wel een aparte term voor. Dus daar hebben wij ook contact mee gehad voor de uiteindelijke vertalingen. Dus sowieso inderdaad naar verschillende landen. Wat wij op dit moment doen is eigenlijk een middelbare schoolcurriculum neerzetten. Maar we kunnen ook nog scalen met dat curriculum. Dus denk bijvoorbeeld aan de eerste jaren universiteit. Qua magnetisme en golfbewegingen kunnen wij natuurlijk veel meer de diepte in. Of denk bijvoorbeeld aan een technische universiteit zoals Delft. Het eerste jaar zijn ze eigenlijk voornamelijk bezig om heel veel basisinformatie erin te stampen, voordat leerlingen daadwerkelijk die kennis genoeg hebben om de diepte in te gaan. Kijk, als ze theoretisch echt de diepte ingaan of dingen moeten ontwikkelen, dat wordt moeilijker met een game. Maar het uitleggen van die basisconcepten kan natuurlijk ook. Dus ook qua level kunnen we hoger gaan. Maar misschien kunnen wij ook plusklassen van basisscholen erbij gaan pakken. Bijvoorbeeld groep 8. Die hoeven nog niet de wiskunde te kennen, maar een concept zoals dit is een atoom en zo zit het in elkaar, dat kan ik een kind van 6 uitleggen. Daarvoor hoeft de wiskunde nog niet bekend te zijn natuurlijk. Daar hebben we naar gekeken, maar als dit lukt, zouden we eigenlijk ook heel graag naast natuurkunde, kunnen we ook nog kijken, wiskunde is een heel leuk vakgebied, wat je heel makkelijk met voorbeelden binnen games kan uitleggen. Biologie, scheikunde, dat zijn allemaal vakken die er eigenlijk heel dicht verwant aan zijn, die wij op deze manier zouden kunnen uitleggen. Hey, als ik zo na zit te denken, we hebben wel eerder start-ups ook in de uitzending gehad die met gamification meer met gamification bezig waren, met allerlei onderwijs en educatieve projecten. Jullie moeten internationaal denk ik best veel concurrentie hebben op dit gebied, want het is heel hot. Klopt dat? Ja en nee. Het ligt er een beetje aan waar naar gekeken wordt. Als we kijken naar concurrentie op... Dan laat ik het dan anders vragen. Waarin onderscheiden jullie je van de rest? Als we nu kijken naar gamification, dan gebeurt dat of alleen in de klas. Dus dan gaat het ervan uit dat alle leraren opnieuw zijn opgeleid om op die manier les te geven. Dat hoeft niet voor onze app. Onze app geeft les. Het is de game die les geeft. En uiteindelijk willen we daaraan hangen dat gebaseerd op hoe goed de leerlingen presteren, dat de docent een suggestie krijgt van PowerPoint slides of e-board slides waar ze mee aan de slag kunnen. Van oké, de klas heeft hier problemen mee, dus dit is voor jullie interessant om les over te geven. En natuurlijk is het aan de leraar om te bepalen wat ze behandelen, want niemand kent de klas beter dan de docent. Dus onze gamification wordt heel erg uit handen genomen. Daarnaast, als je kijkt naar de educatieve games die er zijn op het gebied van natuurkunde specifiek, zijn het eigenlijk allemaal minigames. Dus denk aan van oké, we leren één klein concept en daar is één game van beschikbaar. Maar op dit moment is daar geen volledig curriculum van. Als we kijken naar wat er online wordt aangeboden als alternatieve curricula, dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar Khan Academy met filmpjes die er volledig doorheen gaan.
Dus als we, het ligt er echt aan op welk punt gekeken wordt. Als we kijken naar alternatieven voor het curriculum, dan zijn er andere opties natuurlijk. Ook binnen de landen. Ik weet nog niet hoe de markt er in bijvoorbeeld China wat dat betreft uitziet qua boeken die worden aangeboden. Maar heel veel dingen zoals Khan Academy zijn voornamelijk Engelstalig. En het is vrij recent dat Khan Academy andere talen begon aan te bieden. En dan alsnog is een voorbeeld van Khan Academy. En dat noem ik dan als voorbeeld omdat dat echt de meeste, vind ik zelf ook een van de beste educators is online op dit moment. Het zijn filmpjes. Er is nog niet zo heel veel interactie mee. En ik denk juist dat games daarbij die aanvullende waarde geven. En de games die er op dit moment zijn, bieden geen heel curriculum aan. Dat zijn kleine onderdelen. Of het zijn programma's in combinatie met boeken, waarvan ze verwachten dat de docenten volledig omgeschoold worden om op een andere manier les te geven. En dat doen wij ook niet. Hey, waarom denk jij, waarom is volgens jou een game zo goed in kennisoverdracht? Omdat games dat van nature eigenlijk altijd doen en blijkbaar heel succesvol, anders hadden wij geen gamers gehad. Als je kijkt naar hoe een game werkt, het is constant. Denk maar bijvoorbeeld aan een simpele game waarbij je een kasteel moet bestormen bijvoorbeeld. Je moet leren hoe je met de wapens om moet gaan. Je moet leren waar de vijanden zitten. Je moet leren hoe je binnen moet komen. Als je kijkt naar de mechanics van een game, het heeft er altijd mee te maken dat je als speler leert. Dat is het hele doel van de game. Je moet leren. Dat is eigenlijk in essentie wat elke game doet. En op het moment dat jij het in de vingers hebt, dan word je een goede gamer. Maar als je de game meteen had uitgespeeld, dan vond je hem niet leuk. Het is juist die uitdagende factor waardoor je gamen leuk vindt. Dus in essentie zijn gamen eigenlijk al heel goed in dingen leren aan de gebruiker daarvan. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat als je kijkt naar didactiek en pedagogie, als je kijkt naar het onderzoek, dit is hoe je feedback moet geven, dit is hoe je dit moet doen. En je ziet daarnaast hoe games onderzoek doen, hoe zij een gamer goed mee kunnen krijgen in die game, dan zie je er ontzettend veel parallellen. En ik ben eigenlijk geschokt dat het aantal literatuur dat beide behandelt, het bestaat, maar het is heel weinig. Ik snap niet dat niet elke pedagoog al lang naar games heeft gekeken eigenlijk. Want ze zitten alle twee hetzelfde wiel opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. En het fijne van games is ook, voornamelijk met natuurkunde, ze hebben interactie. Als er iets is wat je eigenlijk, ja, het is eigenlijk stom dat als je iets laat vallen en je ziet hoe zwaartekracht werkt, is het toch eigenlijk van de gekke dat wij daar twee hoofdstukken over gaan lezen, terwijl het er gewoon is. Nee. En het, ja, heel veel docenten doen natuurlijk al proefjes en dingen, en dat is fantastisch, maar niet elke proef kan je doen. En dan is het heel fijn als je dat eigenlijk kan simuleren in vorm van een game. Hey, spanningsveld van games, en zeker die van jullie, lijkt mij. Dat je eigenlijk aan het begin zegt, dit is een game waarin je wat gaat leren. Ja. Weet je wel, en is het eigenlijk nog niet nog krachtiger als je per ongeluk, of zonder dat je het doorhebt, wat leert? Dat is eigenlijk in eerste instantie wel de essentie geweest. Ja, wat wij wilden doen is, we hebben een hele sterke focus op het verhaal. Dus we zeggen niet, je gaat wat leren. Nou, denk bijvoorbeeld aan een concept zoals projectile motion. Ik zit soms even in mijn Engels hoor, want ik switch de hele tijd met talen als het over het curriculum gaat. Ja, snap ik, is goed. Oké, als we bijvoorbeeld hebben over projectile motion, we zeggen niet, oké, nu gaan we leren hoe het werkt. Maar wat we doen, is we zeggen, er is iets ontploft en we moeten alle elementen terugvinden. Hoe doe ik dat dan? Oh, zo doe je dat. Zo kan je berekenen waar ze waarschijnlijk terecht zijn gekomen. En op die manier kan je als speler dan die objecten gaan lokaliseren. Maar ook andersom, op het moment dat wij zeggen, oké, weet je, we hebben hier een level. Even kijken of ik het kan uitbeelden in de camera. Ja, gaat goed. Ja. Stel, je hebt hier een level. En hier is vervolgens het volgende plateau. En de speler moet van dit plateau hierheen komen. Het is zo makkelijk om te zeggen, dit is hoe een vector werkt. En dit is hoe je kan berekenen hoe je daar uiteindelijk eindigt. Dus we zeggen niet, we gaan nu wat leren. We zeggen nu, probeer daar te komen. Ja, hoe dan? Ja, dan moet je weten met hoeveel kracht en met welke hoek je daar die kant op gaat. Nou, dan laten we de speler daar eigenlijk mee aan de slag. En vervolgens weten ze hoe ze hier terechtkomen. En voor mij voelt dat heel intuïtief. Je kan gewoon echt, kijk, wij zijn hier gewend in de wereld alle natuurwetten werken.
Maar we kunnen ze natuurlijk gewoon uitzetten in de game. We kunnen ze gewoon beïnvloeden in de game. We kunnen gewoon tegen de leerling zeggen, oké, in dit geval, om die sprong te kunnen maken, moet je de cijfers invullen of moet je met de formule werken. En dan pas kom je op de juiste plek terecht eigenlijk. Dus wat dat betreft kunnen wij ook dingen demonstreren die je in het echte leven op die manier niet kan. Ja. En jij praat met ongelooflijk veel passie hierover. Je gelooft er ook echt in, hè? Waar komt dat vandaan? Deze overtuiging dat je hier je tijd en energie in moet steken. Ik denk echt... Kijk, ik weet natuurlijk nooit of we succesvol worden. Hè? Dat weet je nooit als start-up. Maar ik denk echt dat Science Tales ontzettend veel te bieden heeft. En ik hoop dat ons product succesvol wordt. Maar als ons product faalt, hoop ik dat op zijn minst een soortgelijk product het wel haalt. Want ik denk gewoon dat dit de toekomst van educatie zo volledig op zijn kop kan zetten. En ik hoop dat het dan Science Tales wordt, want dan kan ik daar deel van uitmaken. En dat zou ik gewoon ontzettend mooi vinden. En een van de dingen waar ik vind educatie heel leuk. Ik vind het heel interessant. Ik heb ook echt een hele berg aan programma's, cursussen, opleidingen gedaan, omdat ik het gewoon zelf heel leuk vind. Ik zat als kind ook altijd in de boeken en hobbyprojectjes met mijn vader met de auto's te sleutelen en dingen te doen. Dus ik vind het onderwerp zelf heel leuk. En wat ik het allermooiste daarvan vind, is dat ik... we hebben eigenlijk een paar jaar geleden zijn erachter gekomen dat ik hoogbegaafd ben. En vroeger zeiden mensen altijd, ja, maar jij bent slim en ik niet, dus ik kan het niet. En dat vond ik altijd heel pijnlijk om te horen, want toen dacht ik, nee, maar jij kan het ook. Jij kan het ook, er is niks moeilijks aan. En wat ik heel fijn vind, is dat er bijvoorbeeld mijn moeder of een vriendin van mijn moeder of mijn eigen vriendinnen of andere vrienden, die mensen zijn zo vaker van overtuigd dat ze iets niet kunnen of dat ze niet slim genoeg zijn. En dan leg ik het ze uit en dan zeg ik van, joh, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Vergeet even al die ingewikkelde dingen die hier staan. Dit is de kern. En dit ingewikkelde woordje beschrijft eigenlijk gewoon wat er gebeurt. En dan zie je dat ze ineens het snappen. En dat ze het begrijpen en dat ze het kunnen uitleggen. En dan, ik neem mijn moeder als voorbeeld, omdat ik daar gewoon de meeste gesprekken mee heb gehad. Maar het zou iedereen kunnen zijn. Maar mijn moeder is, mijn moeder heeft verpleging mbo gedaan. En die heeft eigenlijk heel lang gewoon als sorteerder gewerkt op de bloemenveiling. Dus ze zegt zelf, ik heb geen hoogopgeleide baan. Het waren altijd vrij simpele dingen die ze deed. Maar ze is wel heel geïnteresseerd in dingen. Maar ze is er ook van overtuigd dat ze niet slim genoeg is om het te snappen. Ze denkt altijd, ah, dat heb je van je vader. Dat kan ik niet, dat snap ik niet. En dat doet me heel erg pijn. En ik leg haar dus heel vaak dingen uit, omdat ze wel die interesse heeft. En dan merk je dat ze het snapt. En dan sta ik ineens bij een familieverjaardag, ver voor de crisis, toen het nog kon. En dan heeft het ineens met mensen die er staan, heeft het over ontzettend complexe onderwerpen. Maar die snapt ze dan, want we hebben het erover gehad. En dan kan ik zo trots op zijn. En niet alleen op haar, maar gewoon, ik heb ook op Technasium heb ik leerlingen begeleid van de MAVO. En die denken ook, ja, dit soort onderwerpen kan ik niet. Ik wil games maken, maar dan moet ik op HAVO zitten of dan moet ik hoger zitten. En dan zeg ik, kom even zitten, kom even kijken, dit kan je gewoon. En dan zie je dat ze het kunnen. En wij hebben echt iemand van Technasium gehad, die snuffelstage bij ons heeft gelopen. Die is het jaar daarna teruggekomen, die heeft gezegd, ik dacht altijd dat ik te dom was. Maar ik vond het zo leuk, de stage. Ik ben verder gegaan met programmeren en ik zit nu op de HAVO. Want hij wilde gewoon verder, hij wilde gewoon naar HBO. En dan denk ik, ja. Mooi, die persoonlijke passie. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ja, hey, we hebben per ongeluk alweer 35 minuten gesproken. Oh ja. Julie, en we hebben zelf al vertellen. Ja, nee, en dat doe je en heel aanstekelijk. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die aanstekelijkheid van je, dat die in gesprekken overslaat. En als je dat ook nog gaat lukken om dat in gamevorm over te doen slaan, dan zelf ben je niet schaalbaar, maar je game is, game is wel schaalbaar. Dus heel veel succes ermee. Kom het over een jaar of zo nog eens een keertje vertellen hoe het er op dat moment mee staat. Want ik kijk ernaar uit om het levende werk te aanschouwen. Dus heel erg bedankt voor het gesprek. En wie nu keek, we zijn er volgende week natuurlijk weer iedere dinsdagavond. En je kunt al onze uitzendingen, zoals ook deze, later on demand terugkijken via YouTube of via fastmovingtargets.nl. Dankjewel. Ja, bedankt.
En